Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om maar eentje Dier van de Week te maken. Vandaag in Dier van de Week, Goofball. Monique is er even niet, die had andere verplichtingen, dus doe ik het vandaag. Ik ben Sabine en dit is Goofball. Goofball is een kokker van ruim 9 jaar oud. Hij is bij ons gekomen omdat hij helaas echt niet alleen kan zijn. Dan blaft hij de boel bij elkaar. Hij is even alleen geweest, hij is even geplaatst geweest. Maar goed, ze moesten helaas toch gaan werken en in huis ging het gewoon echt niet. Want ja, alleen zijn is voor hem echt een dingetje. Het is geen echte knuffelhond. Het is wel echt typisch een kokker. Hij vindt haar aandacht hartstikke gezellig. Maar ga hem niet dwingen om te knuffelen. Daar houdt hij echt niet van. Alleen als het op zijn manier is. Geef hem gewoon de ruimte. Als hij wil, dan komt hij echt wel. Hij vindt andere honden leuk. Hij speelt regelmatig met andere honden hier. Hij houdt heel erg van lekker lang wandelen. Neem hem niet mee. Erop uit. Daar houdt hij niet zo van. Ga niet naar winkeltjes toe en op het terrasje. Dat hoeft van hem allemaal niet. Maar lekker stukje wandelen vindt hij heerlijk. Lekker aan een lange lijn. Kan lekker snuffelen. Dat is wat hij heel graag wil. En geef jij deze oude senior nog een kans? Want dat verdient hij hartstikke. Goed, Paul. Hartstikke.